3, 2, 1. Jola slaapt nog. Ik moet heel nodig naar de wc. Dus ik ga nu eerst naar de wc lopen. In mijn pyjama. Straks de big day. Oké, een beetje moeilijk doen hier op de camping. Want ik wil natuurlijk dat we het samen doen. Maar ik moest hier plassen. Dus... ik beloof jullie dat ik deze niet meer zal gebruiken hierna voor andere dingen. Ik ben dus serieus echt helemaal een beetje shaky en misselijk. En kijk eens wie daar aankomt gelopen. Goedemorgen, Jola! Wat heb jij gedaan? Ik ging plassen in een potje. Een potje? Ja. Maar het zit in mijn tas. Oh! Oh! Donderdag! Het is donderdag, ja! Zie je zo, ja? Ik kom in de tent en daar ligt de tas waar het in zat. En alles is nat, want blijkbaar heeft hij gelekt. Maar er zit nog een klein laagje in. Ik ben ook zo zenuwachtig. Het gaat allemaal mis weer nu. Nou, we gaan het maar doen. Ze liggen klaar. Ik heb 2 soorten. Wel allebei van de Action. Dus laten we hopen dat ze goed genoeg zijn. Oké, we lopen heel even naar het strand toe. Dan is het een heel klein laagje. Resterende urine. God. 3 minuten. 3 minuten. Oh, dat is lang. Zullen we die andere dan ook gewoon meteen doen? Ja, is goed. Waarom niet? Deze is dat. Ja. Minuten. Oh, ik moest de timer aanzetten. Hij loopt nu. Doe nou maar 2 minuten. Nee, 3. Zijn al een paar keer. Dat is er. Zit je nou te lachen? Ik zag al iets toen je het optilde. Ja, ik ook dacht ik, maar dat wist ik niet zeker. Ben je lekker goed? Nee, maar dat kan ook niet zo snel schat. Dus dat zagen we niet goed, denk ik. Jezus, wat lang. Dit duurt wel heel lang. Ik spoel het wel even door voor jullie hoor. Vijf, vier, drie, twee, één. Haal hem eraf, Bart. Yo, haal jij hem er maar af. Oh, yes. Oh. Ik kan hem wel laten zien. Hij ziet lekker uit. 2. Oh, liefje. Kom hier. Nu krijg je misschien een tweeling. Een show 2. Een tweeling, ja. Die voor de een, die voor de ander. Dat kan echt niet duidelijker. Het is echt gelukt. Bij jou was het echt een heel dun streepje. Wow, het lijkt wel nep, hè, dit. Wat? Niet te zeggen, ik word zwanger. Als alles goed gaat. Dan gaan we wel vanuit dat alles goed gaat. We gaan alles aan doen om het goed te laten gaan. Ja, zo kan je het goed zien. Oh my god. Oh my god. En dan zitten we nu dus al op, in de 6e week. 6 weken nu? Nee, in de 6e week. Oh, in de 6e week. 5 weken. Jeez. Ik kan het nog niet echt vatten hoor. Dat komt straks te vallen. Hou maar omhoog, Jola. Oh. Mooi hè? Oh, kijk hoe moedertje nou. Kijk hoe moedertje nou. Film. Mama is zwanger.
Jan, wil je wat laten zien? Oké. Laat maar zien. Zij is trekken. Laat maar zien. Thanks. Eindelijk. Vijf keer. Fantastisch. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik gok dat het positief is. Ja. Vet, hè? Woehoe. Zijn jullie pregnant? Ja. Nou, dat moet wel goed zijn, toch? Twee keer. Ja, smakelijk, schat. Ik heb weer echt een vette, dikke kramp. Nu weet ik eindelijk dat het geen menstruatiepijn meer is, maar gewoon echt een soort baarmoeder oprek krampen. En gisteren had ik het ook twee keer of zo. En dit is de eerste van vandaag. Het is echt best heftig. We zijn onderweg naar Tarragona om even lekker te gaan vieren dat we zwanger zijn. En dan gaan we lekker in een restaurantje doen, want we hebben nog geen idee in welke. We gaan lekker op de Bonnefoy. We weten waar Tarragona is. Daar rijden we heen en we gaan lopen. Daar zijn Bart en ik vorige keer in geweest. En nog een paar andere hele mooie plekken. Want dat is allemaal van de Romeinse tijd. En dat vind ik altijd heel interessant. Romeinen. Dat hotelletje zat mijn moeder vorige keer. Superleuke, schattig hotelletje. Hotel Noria. Hotel Noria. Kijk dat weggetje hier tussen. En ook helemaal niet duur. Zo, ik ben weer terug in de tent. Even aan het wachten op Jola en Bart. En dan gaan we lekker slapen. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze voor ons hele speciale vlog. Waarin we de zwangerschapstest deden. En erachter zijn gekomen dat ik voor de tweede keer in mijn leven zwanger ben. En Bart voor het eerst echt vader wordt van zijn echte kind. Maar voor Jola voelt voor hem ook als een echt kind. Dus hij was al vader, maar wordt nu biologisch ook een echte vader. En ja, het moet allemaal nog een beetje op ons inwerken. We zijn natuurlijk heel vroeg met het delen hiervan. Voor jullie een weekje later, maar voor ons is het nu pas week 6. En nog niet naar een verloskundige geweest. Niks, nog geen echo gehad. Dus er kan nog van alles gebeuren. Daar zal ik jullie dan ook zeker gewoon in meenemen, mocht dat zijn. Maar voor nu gaan wij gewoon lekker genieten van dat we denken of hopen dat alles gewoon goed is. Ik ga jullie meenemen in mijn vlogs in dit hele gebeuren allemaal. Wat ik ook weer heel erg spannend vind, want misschien weten sommigen van jullie wel dat ik in mijn eerste zwangerschap van Jola 30 kilo ben aangekomen. Dat hoop ik natuurlijk niet dat dat weer gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, ja, als het gebeurt, gebeurt het. En dan neem ik jullie gewoon weer mee in mijn reis, hoe ik dat allemaal weer ga wegwerken enzovoort. En dat is nu natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste nu voor ons is gewoon dat het gezond wordt. En dat we lekker van kunnen gaan genieten. En dat zullen we ook zeker doen. Ja, dat was het voor vandaag. De rest van de dingen die mij opkomen en die ik zal meemaken, die zullen allemaal in de komende weken, maanden gaan volgen. Dus mocht je het leuk vinden om dit allemaal te gaan volgen, abonneren is gratis, dat kan je hier doen. En ja, voor de rest, we will see. Dankjewel voor het kijken en tot morgen maar weer. Doei!